Hey allemaal, ik zat tegen mijn vriendinnen gezegd dat ik een andere video ging opnemen. Dus als ik nu, nou als ik niet opneem, maar ik had geen tijd. Ik ben ergens naartoe geweest. Dus. Die maak ik waarschijnlijk vrijdag. Ik ben dus naar de kruidvat geweest en ik heb daar zelfbom hoor. 14. Nee, ik heb geen 14 stuks gekocht. Ik heb 8 dingen gekocht. Deze keer heb ik de bon. Dat is bij de hand. En ik heb alles hier mooi overgelegd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ik heb alles mooi opgelegd. Veel plezier aan het kijken. Ik heb allereerst... ik weet nog een beetje de volgorde natuurlijk. Ik was al een tijdje op zoek naar papillotten. En dan heb ik ze in de Action gezien. In de kruidvat gezien. Het zijn 8 papillotten en dan nog in leuke kleurtjes. Het geel, paars, blauw, groenig en roze. Het zijn er 8 van Haar Essence Steel. En deze waren... €1,99. Ik dacht, het is proberen waard. Als je me morgen mijn krullen ziet, je weet het komt. Ik ga het even open doen. Open. Ik heb even een gele gepakt. Er zit zo'n rubbertje. En als je dan die op hebt gerold, moet je die zo dicht doen. En dan gaat die er zo terug uit. Maar dan krijg je dus heel mooie krullen van, zegt men. Dus ik dacht, proberen. Mijn haar is ook geknipt, maar je ziet het nu niet zo goed. Het is naar onder geknipt in laagjes. Probeer dat. Oh ja, en hier staat ze duidelijk op voor middel, voor kort, middellang en lang haar. Dus je kunt voor alle haarsoorten. Dus als je heel kort haar hebt, bijvoorbeeld met dat hier, kun je ze ook gebruiken. Toen heb ik haarelastiekjes ben ik toen tegengekomen. Deze waren er in verschillende kleuren. Dus niet alleen in het roos. Maar ze hangen aan één rekje, dus je moet een beetje tussen kijken. En het was geel. Er waren zo verschillende kleuren in één setje. En mijn mama had er 4 afgehaald. En die zei, deze. En ik zag deze hangen. Nee. Ik zei, nee mama, deze. Deze zijn heel fluo. Roos. En er zit zo'n rek in. Waardoor die beter blijven zitten. En die gaan ook heel moeilijk kapot. Dus. Best leuk. Ik krijg ze niet direct open. Deze waren... Hoor, is dat haar man? Wacht even hoor. Ik denk dat deze is haar mode en dat was €2,99. Deze waren €2,99. Sorry voor het te lang wachten. En volgens mij zijn ze ook gewoon... Ze zijn van Zener. Nou, ik zal ze dan Zener om. Oké. Dus... ik had ook een dagcreme nodig.
Deze is van Kruidvat. En het is geen voor rimpels. Zet ook een beetje bij. Dus het is ook een tube, dus het is heel gemakkelijk. Oei, doppel kapot. Oké, boeien. Deze is. Deze was. Ja, toen kwam ik. Ik had topcoat nodig. En ik heb dit heel klein gevonden, maar toch heel erg klein. Het 9,5 ml in ieder geval nog mee, vind ik eigenlijk. Ja, het is een heel klein handig ding. Topcoat zet ik ook op. En daar staat op. Is het dit? Deze was 3,50 euro. En ik had die nodig voor mijn IGA-communie. Dus ik moest topcoat hebben voor mijn nagellak te doen. Deze lijkt ook heel veel naar nagellak, dus het is echt een. Natuurlijk. En toen de laatste twee dingen. Ik heb lippenstiftjes gekocht van Kruidvat zelf. En Rune van in mijn rekenklas. Die had zo een groen lipstiftje. En ik ben dus even naar de lippenstiftjes gaan kijken. En er was babylips. Mijn mama vond die duur, want ze waren echt 4,99 euro. En dan zaten ze zo in zo'n ding, een bakje. En dan heb ik gewoon twee van Kruidvat zelf meegenomen. Die ook een hele mooie kleur hadden. Ik heb deze eerst gepakt. Parelmoer glans. Die staat op Pearl en Glass. Dus ik raad wat zelf. Deze ruikt ook heerlijk naar frambozen. Heerlijk. En het is volgens mij gewoon doorzichtig. Het is zo'n kleurtje. Iets anders dan op de camera. En deze was. Deze was 1,29 euro. Denk ik. Ja. En dan deze. En deze is lichtrode gloed. Ja, set of rouge. Deze is ook van Kruidvat zelf. En deze ruikt naar. Deze ruikt gewoon naar balsam, lippenbalsam. En deze is roze. Nee, dat is niet beter. Mijn mama had dan ook van alles gekocht. Dat is natuurlijk niet zo belangrijk en ik ga eens vergelijking maken. Dit is nu echt droog. Oké. Ik ga één ding zeggen. Deze gaat heel erg vlot over je lippen. En deze minder. Wacht even. Ik heb een vergelijking met mijn armen. Het is wel een rode invloed, ja. Deze is ja roze.
doorzichtig, gloedig. Je ziet het niet, want het is een beetje doorzichtiger. En deze. Is krap hetzelfde. Je ziet het echt niet. En ik heb ook deze nagel gekocht. En wil ik ook wel even op mijn nagel zien. Oké, en ik heb mijn duim. Oh my god, die glimt echt mooi. Oh, hij glimt echt. Jullie zien het misschien niet, maar hij glimt heel erg mooi. Oh my god, waarom was het ineens zo donker? Zoals ik zei. Ja, mijn camera kan niet zo goed scherp staan. Wow. Nee, toch niet. Maar ja, dat ja. Er was ook babylips. En dat heb ik al verteld. Geen idee. Oké. Maar dit was mijn showblog. Ik moet vlug afgaan om. Maar ik kan deze niet op YouTube zetten. En tot de volgende keer. Doe een duimpje omhoog en abonneer, want dat is gratis.